Goedemiddag nog een keer. Daar ben ik weer. Met een tweede deel van de virtuele rondleiding. Dit keer werk van Erik Dijkstra met zijn foniografie. De mensen die zich afvragen wat het is, foniografie, dat zijn werken die compleet met de mobiele telefoon zijn gemaakt. Het bijzondere aan dit werk is inderdaad dat je het gevoel krijgt dat het toch geschilderd is. Maar dat het dus helemaal een digitale techniek is. Het werd in de telefoon bewerkt, de foto's, heel veel foto's over elkaar heen. Hij creëert zijn eigen wereld omdat hij heel veel lagen over elkaar heen zet. Het leuke aan deze werken is dat die werken hebben natuurlijk in dit geval wel een bepaalde afmeting. Ze zijn op Dibond zijn ze geprint. Ik zal even van de zijkant laten zien wat Dibond inhoudt. Dat is een kunststofkern en daar zitten twee aluminium lagen op. En het wordt dus op het aluminium geprint. Of dat men bijvoorbeeld, en die laat ik zo meteen zien, dat men bijvoorbeeld print op die band maakt, maar daar komt nog een plexiglas laagje overheen. Bijzonder is inderdaad dat het werkt dus eigenlijk met het licht speelt. Dus als ik bijdraai, men ziet eigenlijk dat het iets feller wordt. Dus het wordt, kijk, men ziet dus letterlijk dat de reflectie, de lichtweerkaatsing in het materiaal dus aanwezig is, omdat het geborsteld aluminium is. Mooi is dat als men bijvoorbeeld zegt van dit is een werk wat mij eigenlijk te groot is, dan kan per afbeelding kan men aangeven van welke afmeting men nodig heeft. En hij maakt per afbeelding maakt hij maximaal 30 werken. Dus het is gelimiteerd op 30 van een afbeelding, dus niet qua afmeting. En dan zal ik nog even bijdraaien, aan deze kant hangen en dan ziet men namelijk ook de spiegeling, dus dat het helemaal hooglans is. Hier zit dus een hooglans plexiglas voor. Dus dat is weer een iets ander gevoel dan wat men heeft dus met een dibond materiaal, dus het geborsteld aluminium. Nou, dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Laat anders een commentaar achter, vind ik altijd leuk.